Op 31 december sluit Rob Steenbakkers voorgoed de deuren van zijn winkel in ijzerwaren en gereedschap. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, als ik 50 jaar in de winkel sta, is het genoeg. Alleen, mijn broer is dan overleden. Ja, dat wordt moeilijk. En dan moet je het alleen doen? Ja, en dan kun je eigenlijk niet. Nee. Dus eigenlijk de zaak te groot voor. En dan hou ik het gewoon op. Kijk, het internet is natuurlijk wel wat meespeelt. Wat wij merken, is dat onze fabrikanten rechtstreeks gaan leveren. En dat is een ding wat gewoon niet prettig is. Dat je bouwt iets op met een merk of met een firma. En dan zegt die firma doodleuk van, nee, we leveren wel aan jou, maar we leveren ook onder een andere naam rechtstreeks. En dat is wat je merkt op een moment. En dat wordt alleen maar erger. Mm-hmm. Dat is wel vervelend. Nou ja, het is gezellig, het is kleinschalig, maar er is ook een stukje, hoe noem je dat? Kennis, zeg maar, know-how, dat verloren gaat dan. Dus je gaat naar de Gamma en zo, dat is dan... Het is ook verder weg voor mij, is aan de andere kant van Bokstel. Maar dit is, daar weten ze niet wat ze verkopen de helft van de tijd. Daar heb je meer aan de doosjes, zeg maar. De grootste lol, met de klanten omgaan. Mensen advies geven. Mensen zeggen van, nou, ik heb een probleem. Ik los het een beetje mee op van, probeer dit eens, probeer dat eens. En dan komen ze daar terug met een big smile. Dat geeft dan wel een beetje waardering, ja. Het adviseren, de expertise, dat is jouw sterke kant? Het leukste? Het leukste, ja. Okay. Ja. Gaat met het vertrek van Rob gaat er natuurlijk wel heel veel expertise verloren. Is er iemand die het overneemt, die in jouw plek stapt? Nee, er is niemand die het overneemt. Nee, mijn zoon die heeft een andere richting in gestudeerd en mijn dochter helemaal een andere richting. Nee, die komen echt niet in de winkel, nee. Wat ga je straks met al je vrije tijd doen? Door de week een keer fietsen. Dat is één keer? Ja, nee, ik heb hobby's genoeg. We doen heel graag aan motorsport. Ik doe graag tekenen, ik doe graag tuinieren. Dus wat dat betreft, ik kom mijn tijd wel door. Ja, dat is geen probleem, nee. Heel veel Bokstelnaren vinden het jammer, maar het is niet anders, hè? Nee. Okay. Nee. Nou, ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. En ik wil echt al mijn klanten bedanken. Ja.